Vandaag hebben we een interview met Helene, een jongere dove uit Nijmegen. We spreken haar hoe het nou eigenlijk echt is om doof te zijn. Ze heeft een tolk meegenomen die mijn vragen vertaalt. Laten we eens gaan kijken. Kan je iets over jezelf vertellen? Mijn naam is Helene en ik ben 20 jaar oud. Ik woon in Nijmegen, kom uit Groningen. Studeer food and business in Nijmegen. Al van de reizen. Sociale dingen doen met de vrienden, shoppen, op het terras doen, zitten. Welke problemen spelen er naast op school nog meer als je doof bent? Niet zozeer. Misschien ben je zelf niet bewust van deze problemen. Maar er zijn wel dingen die je mist. Bijvoorbeeld die drijven op roem dat drijven draai heeft. Je ziet wel drijven heel zaad, maar waarom weet je niet? Je moet altijd andere persoon vragen. Hebben gemist, hebben doof, of is net gewoond. Dus we hebben niet gevolgd voor de opgeroemd. Maar altijd iemand anders vragen voor Iranen. Is nooit meteen toegangen. Je hebt een CI en wat doet het precies? Neem een CI, gemijt op en dan gaat het door spoem geven door aan mijn airservers om een CR in genuit. Maar genuit. Niet, totaal niet zelf als ja, wat die hoort. Dus echt totaal verschillend. Hoe ga je vrienden om met gebarentaal en hoe ga je hier zelf ook mee om? Zelf op dezelfde wijze zitten, dus ik heb daar ook vrienden gemaakt. Dus wij voornamelijk dove vrienden en ze spreken zelf ook gebarentaal. Dus en dat is niet bijzonder. Kun je nog wat meer vertellen over het dove gemeenschap? Doven zijn op het algemeen wel erg met elkaar. Toen is het uitzondering. Doven vinden het fijn om bij andere doven te zijn. Bijvoorbeeld bij evenement, activiteit, om al afspreken met dove vrienden. Dan kunnen ze wel communiceren bij het taal. Doen we niet aanpassen. Proberen samen, proberen, praten. Dit was Helene. Ze heeft ons goed kunnen uitleggen hoe het nou eigenlijk is om doof te zijn. Maar ze heeft ons ook haar struggles kunnen vertellen. Tot de volgende keer.